Bloed, Zweet en Tranen is een programma die een podium biedt aan de, ja, de volkszangers en zangeressen die eigenlijk nog nooit doorgebroken zijn. En die dat duwtje in hun rug wel heel erg nodig hebben. En dat geven wij. Drukken, drukken, drukken! Kom! Team Danny heeft gedrukt! Ja, Danny is natuurlijk een beetje de grote broer die ik nooit heb gehad. En Danny en ik hebben allebei een beetje dat volkse humor. En dat is dan bij ons geval is het Amsterdams. En wij liggen elkaar wel. En wij voelen elkaar ook wel aan. Dus daarom is het wel... Want ik mocht natuurlijk kiezen met wie ik in een jury wilde. En toen, ja, toen kwam eigenlijk meteen Danny bij mij op. Een fijne vent om mee te werken, ja. Wij letten voornamelijk op dat een volkszanger of zangeres... die moet het verhaal wat hij zingt... en of het nou over een feestje gaat... of misschien iets wat je in het verleden meegemaakt wat niet leuk is... dat moet je geloofwaardig overbrengen. En als je dat geloofwaardig overbrengt, dan is het overtuigend. Daardoor krijg ik weer kippenvel. En ja, en als het zover is, dan weet ik dat het goed zit. Hebben wij nu niets meer met elkaar? Ik persoonlijk zou kijken, omdat het een hele leuke sfeer is onderling. Gemengde gevoelens, dus veel emoties, een lach en een traan. Voornamelijk ook echt een traan. En de humor. Het is echt zo gezellig. En we hopen dat we dat een beetje over kunnen brengen op het thuisfront.